Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 16 hier in Engeland. Heb jij aflevering 15 gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze gaat zien. Dan kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie jij die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer en schakel ook gelijk het belletje op aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit is volgens mij de laatste video van het jaar 2020. En dan gaan we 2021 in. Dus we gaan er lekker voor zitten in Engeland natuurlijk voor de kwalificatie. Daar zijn we dan in Q1. Ja, het regent hier en dat gaat ons denk ik wat in het nadeel geven tot de rest. Want ik ben niet zo'n regenrijder. Onze auto is ook helemaal niet afgesteld op de regen. Maar ja, we moeten er het beste van zien te maken natuurlijk. Komen we aan bij start-finish. Op weg naar de eerste bocht. Nemen we iets te veel gas mee in die knik en dat betekent einde ronden helaas. Deze ronde moeten we laten schieten. En er moet een volgende ronde komen. Dit is dan run nummer 2. En ook deze gaat niet goed. We schieten weer de bocht uit. We vliegen steeds de bocht uit. Heel gek wat hier gebeurt. Terwijl Q1 er alweer bijna op zit met nog 6 minuten te gaan. En we hebben nog geen tijd neergezet. Vijf minuten nog te gaan in Q1. En hopelijk moet dit ons gewoon door naar Q2 zien te brengen. Komen aan bij start-finish. We worden meegerekend naar de tijd van Kimi Räikkönen. Die staat op P18. En deze knik nemen we nu wel heel goed. Momentje overstuur wel, helaas. Dat gaat ons wat tijd kosten. Maar wel 8 seconden onder onze eigen tijd. Want dat was een 1.55.5. Dat is heel goed. Groen in sector 1, groen in sector 2. 17 seconden los. Waar staan we op dit moment? Een P19 op 16e van George Russell. Nou, Russell dus wel door naar Q2 en wij dus niet. De laatste plek voor ons en dat is heel pijnlijk. Ja, we moeten dan helaas van ver gaan komen. Ja, hopelijk dat het goed gaat komen voor de wedstrijd, voor carrière aflevering 16. We return once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hanger Straits, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Albon, Charles Leclerc and Ricciardo, Sainz, Vettel, Stroll and Lando Norris, Perez, Gasly, Daniel Kvyat and Ocon, Russell, Giovinazzi, Romain Grosjean and Kevin Magnussen, Raikkonen, Latifi, De Vries and the Professor.
It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Races remaining, and you've still got a chance of winning the World Drivers' title. Let's grab a solid points finish. Oh god, Jeff. Wat ben je toch weer grappig. We maken nog steeds kans op de wereldtitel. Ja, die is gek. We maken geen kans op de wereldtitel. We gaan gewoon beginnen met de wedstrijd. We starten vanaf P22, de laatste plek op de startgrid. En we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. We zijn wat voorzichtig, want er kan hier van alles gaan gebeuren in de openingsronde. Kijk al een beetje aan de buitenkant van Raikkonen, maar die pakt ons terug op de exit. Grosjean en Latifi hebben het met elkaar aan de stok. We kijken hier aan de buitenkant van die twee. De Vries en Magnussen zitten ook met elkaar aan het stoeien. En Grosjean en Latifi al veroverd. Hetzelfde geldt voor Nick de Vries en Kevin Magnussen. Vraagteken. Nee, daar moeten we nog even op wachten. Maar die vertragen elkaar hier zo enorm af. Kunnen we hier dan aan de buitenkant van die twee kijken? Nee, maar wel bij Nick de Vries. Mooi aan de buitenkant van onze landgenoot. Gekeken en gepasseerd. Een prima openingsronde in Silverstone. P18 op dit moment. 4 posities gewonnen. Ja, en als het zo eindigt, dan staan we 13e in het kampioenschap. Dus die wereldtitel moet nog even op ons wachten. Hoop in seizoen 3 misschien wel. Of in seizoen 4. Ik weet het niet. Moet even kijken hoe goed de auto is. Maar er komen wel upgrades aan. Ronde nummer 2. Daar kijken we aan de buitenkant bij Kevin Magnussen. En ook deze inhaalactie slaagt mooi. Ja, want we knijpen Magnussen af. Hoe Magnussen die keek daar toch nog wel eventjes hoor. Zoals gewend van de Deen, want hij is een beetje agressief bezig. P17 in ronde nummer 2. De volgende heet Antonio Giovinazzi in zijn Alfa Romeo. We moeten ook even kijken of wij trouwens George Russell kunnen behouden. Want ik moet nu even alle centen gaan opsparen om zijn contract te kunnen... Ja, hoe zou ik zeggen, om zijn salaris te kunnen betalen. Want dat is best wel veel hoor. Maar goed, dat even terzijde. Terug naar de wedstrijd in ronde nummer 3. Giovinazzi is gezien. Nee, want hij laat geen ruimte over. Nou kwam ik ook van ver. Dus dit kan ik Giovinazzi niet zo kwalijk nemen. Ik had trouwens gewoon precies hetzelfde gedaan als wat Giovinazzi deed. Ik zei het 2 keer voor precies, maar dat geeft helemaal niks. Want ik kon het woord in de eerste keer niet zo goed uitspreken. Ronde nummer 4. Wel een volvleugel beschadigd. En Russell heeft een gat van 2,9 seconden na ons. Dat is inmiddels 3 seconden geworden. Dus we lopen vast achter Giovinazzi. Wat niet de bedoeling is. Terwijl Kevin Magnussen naar ons toe rijdt en aanvalt voor P17 in de wedstrijd. DRS hier dan geopend op de Italiaan. We zitten er weer dichtbij. En we komen van ver en laten hier even een koekje van eigen deeg zien. We beuken Giovinazzi gewoon aan de kant. Wat hij ook bij ons deed, doen wij nu ook terug. Karma zou je zeggen, dat is zeker karma. Ronde nummer 4. Nog steeds. Positie nummer 16. Volg je mij trouwens even op de sociale media. Om niks meer van mij te missen over updates van F1 2020 My Team Career Mode video's. Wanneer die online staan. Dat kun je trouwens even doen door te abonneren. Maak het abonneeknopje even grijs alsjeblieft. En schakel ook het belletje aan. Schakel ook de bel aan. Het belletje, hoe je het maar ook mag noemen. Ring ding 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 ding, zoals Sebastian Vettel het altijd noemt. Schakel die gewoon aan, zodat jij geen enkele video van mij mist. Dan ben je altijd op de hoogte. En ja, dat is eigenlijk gewoon het enige doel op dit moment. De 70 abonnees hebben we gewoon gehaald. Eerst was het 71, toen zijn het 70 geworden. Eentje is helaas weggegaan. Rip voor die persoon. Even een F'je in de comments. F, dankjewel. Maar goed, 70 abonnees. Ik vind het gewoon nog heel veel. Alleen, we groeien gewoon echt niet de laatste tijd. Dus ben je nieuw, abonneer dan voor meer, zou ik zeggen. Terwijl Magnussen van ons profiteert vanwege een fout. Maar dat is niet zo heel erg. Want we moeten gewoon bij hem in de buurt blijven. We gaan trouwens ook naar binnen. En gaan een undercut op Magnussen proberen. Kijken of dat lukt.
Ik ben heel benieuwd, de pitlane is hier trouwens ontzettend lang. Dus daar gaan heel veel seconden in zitten. In ronde nummer 11 alweer. Perez, Ocon, De Vries en Grosjean zijn naar binnen. Ricciardo is naar de harde band gegaan. Interessant. Want hij kan deze wedstrijd gewoon op de mediums uitrijden. Want er zijn nog maar 14 ronden te gaan in de wedstrijd. Of hij verwacht nog een later safety. Je weet het maar nooit. De pitstop gehad. 3,1. En we zijn ongeveer 40 seconden kwijt in de pitlane. En we komen op P18 terug de baan op. Er is iets met Giovinazzi gebeurd volgens mij. Want die rijdt stok achteraan. Die gaat nu pas ronde nummer 12 in. Ik weet niet wat daarmee is gebeurd. Misschien heeft hij iets geraakt onderweg. Maar ja, dat is een latere zorg. Eerst moeten wij proberen om Magnussen die overcut niet te laten slagen. Dus we moeten nu pushen als een gek om Magnussen achter ons te houden. En misschien ook andere rijders. Waar is Kevin Magnussen? Die rijdt nu op in sector 3 rijdt hij nu. En Russell naar binnen. Magnussen, die is naar binnen gedoken. En hij komt nu de pitlane uit. En we blijven hem voor. Hey, hoppata. De undercut heeft gewerkt. Goed gedaan. Het kan trouwens zijn dat je op de achtergrond vuurwerk hoort. Het is bijna oud en nieuw. Een traditie hier in Nederhemert. Daar woon ik. Maar het is eigenlijk verboden. Maar ze doen het toch. Ze hebben hier gewoon scheid aan de regels. Is niet mijn probleem. Als de politie daar binnen valt, hebben ze een flinke boete. Terug naar de video. Magnussen dus undercut. Goed gedaan. En nu moeten we naar George Russell zien toe te rijden. Maar dat gat is gewoon 11,4 seconden. En Jeff zegt, ja, de auto achter je rijdt op verse mediums. Want Magnussen doet daar gewoon een aanval. Heeft ook veel meer snelheid dan mijzelf. Maar wij gooiden daar de deur dicht en hij kon alleen maar naar de buitenkant kijken. Wat jammer voor hem is, wat voordelig voor mij is. En ook wat goed voor George Russell is. Volgens mij is iedereen nu al naar binnen gedoken en gaan er geen pitstops meer komen. Dus moeten deze, hoe is het? 13 ronden nog zien vol te houden. Magnussen deed daar opnieuw een aanval naar de buitenkant. Is ook dit keer niet geslaagd. Hij moet nog even geduld hebben. We gaan zometeen ronde nummer 14 alweer in. Dan zitten we op de helft. Sorry, dan zitten we over de helft van de wedstrijd. En Russell heeft gewoon een gat van 12,6 seconden na ons. Dat is heel erg groot. Ronde nummer 14. Magnussen kijkt naar die buitenkant. Hij raakt onze sidepod. En we remmen weer heel laat. We rijden zelfs op het gas. Duwen hem daar naar de buitenkant. Maar Magnussen zit daar gewoon nog. Kijken we naar de binnenkant van die bocht. Raken Magnussen. Maar P16 is nog steeds van ons. Een mooi gevecht. Met een waarschuwing. Vanwege het toucheren van Magnussen. Maar ja, als dat niet meer mag. Anders heb ik het ook geen autorace meer hoor. Dan lijkt het net of we heel voorzichtig moeten doen. Alsof we met dure Lamborghinis rijden. Fresh mediums, pit strategy complete. Maar dat is niet te val. 11 ronden nog te gaan. En nu zit nog steeds Kevin Magnussen achter ons. Kijkt naar de buitenkant. Is er niet voorbij. We remmen gewoon net wat later dan de Deen. En wij blokkeren hier zijn pad. We gaan gewoon midden op de baan rijden. Dus hij kan nergens naartoe. Wat voordelig voor ons is. Gaan we zo meteen ronde nummer 17 alweer in. We zitten trouwens in ronde nummer 17. Met nog steeds Kevin Magnussen achter ons. Kom maar bij Mackett en Beckett op naar Stowe. En daar zit dan weer Kevin Magnussen. Iets op het gas gereden. We laten hem, zou ik zeggen, we geven hier niks cadeau. Remmen ook weer super laat. Magnussen is er nog steeds niet voorbij. Kijk naar de buitenkant, maar dat is niet zo handig, Kev.
Een onderdeel van de motor is wel wat beschadigd. Misschien ga ik die vervangen in België. Ik weet niet of we het nog even zien. We verdedigen onze lijn richting de eerste bocht van Kevin Magnussen in ronde nummer 18 alweer. Magnussen zit daar naar die buitenkant. Raakt ons. En we hadden daar bijna een spin. Maar we blokkeerden gelukkig onze banden zodat we weer recht stonden. Magnussen heeft een volvleugel beschadigd geraakt. Wij dus niks beschadigd. Goed. Geluk is het eigenlijk. En nu rijdt Romain Grosjean achter ons in ronde nummer 18. Dus die moet hij ook eventjes zien vol te houden. Even af te dekken. Want, wat zeg ik nou? Ik wou zeggen, want George Russell zit maar 20,2 seconden van ons vandaan. Maar 20,2. Nou, dat is gewoon bijna een pitstop window. Dus dat is gewoon niet te doen dit. En Grosjean kijkt daar naar die binnenkant. Is er gewoon voorbij. We moeten zo meteen onze overtake-knop aanzetten. Doen we trouwens ook. DRS geopend. En kijk hier naar de buitenkant. Een drag race ongeveer. En lukt dat? Jazeker lukt dat. Mooi aan de buitenkant van Romain Grosjean gekeken. En er voorbij in ronde nummer 19 alweer. Volgens mij leidt Valtteri Bottas de wedstrijd. Achter Bottas rijdt Hamilton terwijl we ons wat blokkeren daar. En Grosjean wou daar even kijken, maar dat is niet gelukt. Alexander Albon zet een 1.27.8 neer. Hij rijdt volgens mij op P3, als ik dat goed zeg. Weet ik niet zeker. Of op P4. Wij moeten die lijn even gaan verdedigen ten opzichte van Romain Grosjean. In ronde nummer 21 alweer. Grosjean kan hier niet aanvallen, want wij blokkeren zijn pad. Hij moet hier wachten tot Angers Strait. Ik denk dat het dit gedeelte is, want ik ken de baan. De bochtennamen niet zo goed uit mijn hoofd. Ik ken de baan trouwens niet zo goed uit mijn hoofd. Grosjean kijkt er naar die buitenkant. Maar is er gewoon nog steeds niet voorbij. Dus ik denk dat we gewoon op P16 gaan finishen. Of er moet iets heel geks gaan gebeuren, maar ik denk van niet. Ronde nummer 22 alweer. Het ziet lekker op. Daar kijkt Grosjean aan die buitenkant. Is er voorbij? Nee, want hij houdt zijn gas daarin. Interessant wat de Fransman doet. Er zijn nog 5 ronden fuel remaining, zegt Jeff. Dat betekent iets dat we de motor kunnen op gaan schroeven. We hebben wel een volvleugel beschadigd geraakt. Denk ik vanwege de zin met Grosjean. Maar ik weet het al niet meer hoe dat kan gebeuren. We zien het gewoon wat het met ons gaat doen. Ronde nummer 23, een ronde later. En Grosjean zit nog steeds te kijken. Was gewoonlijk aan de buitenkant, maar dat lukt gewoon niet. Hij moet het gewoon een keer aan de binnenkant gaan proberen. Ik ben een klein beetje door. En Grosjean kan hier niet aanvallen. Kimi Räikkönen rijdt trouwens naar ons toe. Hij rijdt op de harde band. Hij is op de harde band. En er zijn nog 2 ronden te gaan. Maar stel we finishen op P16, dan is het een hele goede prestatie. Grosjean kijkt naar de binnenkant en raakt onze auto. En daarbij is mijn linker voorvleugel beschadigd geraakt. Gek, want hij raakt ons op onze rechterkant. Codemasters moet ik even gaan fixen. Want dit kan gewoon niet. Ik vind het heel bizar. Maar goed, dat betekent minder downforce. Wat betekent minder snel in de bochten. Wat betekent Grosjean kan ons makkelijker gaan inhalen. Help, help, help. Dat wordt niet zo leuk. Voor de laatste 2 rondes in de wedstrijd natuurlijk. Ocon heeft gewoon een voorsprong van 40 seconden op ons. Oei, 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 wat is dat pijnlijk. Maar besef, we kwamen vanaf P22 rijden op P16. Dat is gewoon prima gedaan, vind ik. Daar kijkt Grosjean dan alweer. Sorry, het is inmiddels Kimi Räikkönen. Excusee. En hij moet nog even wachten. Mooi. DRS wel geopend op ons. Sorry, van ons. Interessant. Maar goed, dat geeft ons wat meer power. En volgens mij gaat Lewis Hamilton zometeen
Valtteri Bottas zijn laatste ronde in. Of die rijdt al in de laatste ronde. Volgens mij, ze rijden in de laatste ronde. Wat betekent dat dit nu onze laatste ronde is. Maar Bottas zometeen de wedstrijd gaat finishen als de leider. We moeten nog wel even zien af te handelen met Grosjean en Kimi Räikkönen. Giovinazzi wordt net niet op een ronde gezet. Interessant. Bottas pakt een snelste raceronde. Hij wint ook de wedstrijd. Een dreun naar Lewis Hamilton in zijn achtertuin. Dat gaat Hamilton niet fijn vinden. Maar wij moeten nog even van Romain Grosjean zien te overleven. Als dat kan. Mooi geknal op de achtergrond. Grosjean keek daar naar die binnenkant. Maar dat lukt dus niet. Want wij lieten het gat wat verkleinen. En kijk eens hoe snel die Fransman gewoon is. Hij blijft daar zitten aan die buitenkant. Het is gewoon ballen van staal, Romain Grosjean. We moeten even Mackett, Beckett en Stowe nog zien te overleven van de Fransman. Beetje op het gas en dat gaat onze exits verpesten. Grosjean kijkt daar naar die buitenkant. Is er voorbij? Vraagteken. We remmen gewoon naar hem toe, raken hem en we gebruiken hem gewoon als afremblok. Dat betekent dat wij op P16 finishen. Prima resultaat, we kwamen vanaf de laatste plek. Dus dat geeft ons goede moed richting Spa-Francorchamps voor de volgende wedstrijd in het jaar 2021. At the end of the race, we'll see you in Parc Fermé. So, another fantastic victory for the Silver Arrows. So, Anthony, what made the difference out there today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. De uitslag van de wedstrijd, Valtteri Bottas wint de wedstrijd, hij pakt ook een snelste raceronde punt. Lewis Hamilton naar P2, Verstappen verliest gewoon 2 plekken en eindigt als derde. En wij krijgen Driver of the Day. Russell naar P15, onszelf dus naar P16. Goed resultaat, vind ik, want we vertrokken nog P22. We zijn naar P12 gewezen, de positie verloren aan Sebastian Vettel helaas. En we zijn naar P8 in de constructeurs, want McLaren klimt naar P6. En we moeten nu Alfa Tauri bijhouden. Hopelijk dat het ook goed lukt. Helaas zitten we wat low on cash, maar dat is geen probleem. Er zijn trouwens hierna nog maar, na deze wedstrijd, nog 3 ronden van seizoen 2 over. En dan gaan we seizoen 3 in. Dus ja, ben er ook in 2021 bij mensen. Je kan me enorm helpen om te abonneren, te liken, te delen. Ja, noem maar op. Volg me ook even op de sociale media. Linkje staat in de beschrijving. Dit was de Gino, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Dan verder in Spa-Francorchamps in het jaar 2021.